Ik ben Thomas. Ik ben een nieuw project aan het beginnen, een nieuwe band. En die heet Mortier. Dus we zijn met vijf. Het begin was toen ik gast was op een sessie van Senne, die muzikale vrienden uitnodigde voor een optreden samen. Daar zijn we beginnen babbelen over mijn nieuwe muziek en zo. En dat daar eigenlijk de oorsprong ligt voor deze plaat. En dan is iedereen erbij gekomen, ons beste muzikale connecties die we hadden en die goed samenpassen. En we zijn aan de plaat begonnen, mensen uitgenodigd om een sessie te komen doen. En dan hebben we gemerkt wat er een goede combinatie was en daarmee staan we hier vandaag en dus Mortier geworden. Laat de dag nu maar komen. Ik wou dat het al kon. Sinds je zoen ben ik verdorven. We zijn vandaag in de robotstudio. We hebben hier vrienden uitgenodigd, 50, 60 mensen. We gaan voor hun spelen. Onze eerste showcase. Onze showcase bestaat uit 7 nummers vandaag, 7 nummers uit de plaat. Die we in een mooi live kleedje hebben gestoken. Dat is wat te verwachten is. Ik ga soms kijken of we daar nog staan. Bij veel mensen, als je iets in het Nederlands zingt en het is poppy, zit je al gauw eigenlijk in een bepaald idee van een nieuw groepje in de lijn van dit en dit en dit dat we nu op de radio horen. Daar is weer zo iemand. Ik vind dat jammer. Ik hoop dat we daar doorgaan. Ik denk dat veel Nederlandstalige artiesten dat ook hopen. Dus dat klinkt misschien afgezaagd om dat ook nog eens te zeggen van wij willen ruimer. Maar onze plaat is ontzettend creatief. Qua arrangementen, qua melodieën. Ik denk dat er geen reden is om te zeggen van ik hoor niet graag Nederlands, ik hoor niet graag muziek of zo, kun je misschien zeggen. Maar het is echt gewoon toffe popmuziek. Kom je soms kijken? Het is eigenlijk heel simpel en een beetje een naïeve doelstelling, maar ik zou de mensen die de plaat graag horen, allemaal echt zo de plaat bij hun thuis willen brengen. Ik zie veel groepen die potentieel hebben, maar die niet helemaal tot bij hun publiek geraken. En wie dat er liefde voor voelt, moet het te horen krijgen. Dat is eigenlijk de doelstelling. Ik val haar in de armen.